zinnetje zijn. Wat doe ik? Was het echt gewoon? Ja. Oké. Wat betekent dus weer zo'n mooie dag voor Kampen en Live Life? Wat dat betekent voor ons? Nou, heel veel. Ik denk het is echt een fantastisch mooie dag vandaag. Ik zou zeggen eigenlijk misschien wel de mooiste dag van dit jaar vandaag. En ik heb ook een stukje mee mogen rijden en een stukje mee mogen genieten. En ik vond het echt prachtig. We hadden in het verleden nog wel eens een burgemeester die ook meereed, hè? Ja, dat klopt. En dat heb ik heel veel gehoord. En motorrijden is ook echt heel leuk. Ik heb een keer een motorrijles mogen doen. Dat ging best wel goed. Maar ik heb niet doorgezet. Dus ik heb mijn papiertje niet. Dus ik mag het niet zelf rijden, maar ik mag wel meerijden, gelukkig. Nou ja, u hebt in ieder geval een mooi voorbeeld aan gehad. Door burgemeester Koelewijn destijds. Maar ik kan me voorstellen dat het voor u ook zo'n eerste keer dat het indruk maakt. Ja, dit maakt ontzettend veel indruk. En ook de grootsheid hiervan. En de blije gezichten en de intensiteit van het genot dat mensen hier hebben om een dagje mee te rijden. 250 motoren heb ik begrepen, 350 deelnemers en een veelvoud aan vrijwilligers die dit mogelijk maken. Dat maakt op mij echt nog wel indruk. Dat toch zo'n mooi evenement zomaar kan ontstaan en dat het ook al 25 jaar bestaat. Maar daar heeft de dame hier naast me, daar wil ik haar de complimenten voor geven. En ik hoop dat je die kan doorgeven aan alle vrijwilligers. Ga ik zeker doen. Goed, dan ga ik nog eventjes vragen van voor jullie de 25ste keer. Je denkt haast van tot hoever gaan jullie? Dat is een goede vraag. Daar zijn wij over het bestuur ook aan het nadenken. Moet het een keer een ander concept worden? Maar zolang wij nog steeds merken dat dit zo belangrijk is voor deze doelgroep, dat deze mensen zo ontzettend aan het genieten zijn, ook weer vandaag, al die blije gezichten, denken we dat we nog wel even kunnen teren op dit concept. Ik kan me voorstellen dat ook Kampen toe is aan wat blijheid. Want laten we eerlijk zijn, de hele week wordt beheerst door het boerengeluid, zou ik haar zeggen. En daar ben je allemaal een beetje depressief van. Dit is iets wat je zegt, dat hebben we nodig. Blijheid en zeker van een groep mensen die al een beperking hebben, maar totaal niet merkbaar. Ik vind het altijd een geweldig iets en ik denk velen van Kampen met ons. Want ook de route was waarschijnlijk weer heel vol. Ja, we hebben zelf mogen staan in de Oude Straat. En ik kan wel zeggen dat daar rijen dik stonden aan de kant. Dus ik denk ook niet alleen dat onze gasten hebben genoten. We hebben ook bewust ervoor gekozen om ons 25 jaar jubileum op een zaterdag te vieren. Zodat ook de bevolking van Kampen allemaal met ons mee kan genieten. En volgens mij, dat begreep ik wel in de stad, is dat ook gelukt. En betekent dat ook dat er nu meer mensen zijn of ligt het aan mij dat ik dat denk? Nee, misschien is dat iets omdat het terrein wat anders is ingericht dan normaal. Maar dus de hoeveelheid mensen is eigenlijk hetzelfde. Dus al met al hebben we ongeveer 800 man nu op terrein. Nou, het is weer een ware happening en een ware felicitatie waard voor 25 jaar Live Life. Dankjewel. Heel veel succes nog. Dankjewel. Jij zit achter een prachtig mooie schilderij. Wil ik natuurlijk eerst weten hoe je heet. Sophie. Sophie, heb je hem helemaal zelf gemaakt? Ja, ik heb vroeger Ameland geweest. Dus ik ken het van alles. Dus de last van de been en de ziekte geweest. Maar die mannen ken ik heel goed van in Kampen woont. Dus dat ik hier overleden was. Ja, het is gebeurd. Maar je hebt heel mooi een hart getekend. Hoe belangrijk is een hart voor jou? God heeft mij gedenkt voor de man, Ronald heet. Is altijd voor mij. Ja, lief. Ja. En vandaag een hele mooie dag. Was je met de motor? Ja, met de motor. En hoe was dat?
Leuk? Ja? Ja, superleuk. Ik heb nog nooit op een motor gezeten. Lijkt me zo eng. Ja, valt mee hoor. Valt mee, want de spoorleraar is ook mee. Dus, okay. Nou, je hebt een hele mooie dag, hè, want het is mooi zonnig. En natuurlijk weer heel veel mensen die je kent. Ja. Want waar woon je in Kampen? Nee, ik woon in IJsselmuiden. Je woont in IJsselmuiden? Ja, ik woon in IJsselmuiden. Oké, okay, ik woon ook in IJsselmuiden. Okay. Dat betekent dat we elkaar wel eens tegenkomen waarschijnlijk. Ik weet niet. Maar in ieder geval, je gaat nog verder met schilderen? Ja, dit is af. Deze is af? Ja. En wat gebeurt er nou mee? Kun je hem kopen bijvoorbeeld? Nee, ik ga hem kopen. Ik ga iemand geven. Ja. Ik kom er wel in kampen, de vrouw ken ik heel goed, dus Ina, dus een man die overleden was. En ga die voor maken. Heel mooi. Nou, nog heel veel succes. Een motorrijder die van dit keer het eerst meedoet. Hoe is dat als je meegaat met zo'n grote groep met motoren? Nou, het is natuurlijk heel anders dan dat je alleen nog met een klein groepje rijdt. Je rijdt ergens middenin, maar het is gewoon heel leuk om te doen. Ik heb er 25 jaar niet meer gedaan. Dit is de eerste keer en dit is me heel goed bevallen. Maar ben je gevraagd of heb je jezelf aangemeld? Nee, een goede vriend van mij die heeft 25 jaar meegereden. Die werkt hier ook bij Broshuis. En ik dacht van ja, ik kan niet 25 keer nee zeggen. En dan 26 keer nog een keer nee zeggen. En ik van, ik ga het gewoon doen. En je hebt zelf een motor? Ja, ik heb zelf een motor al vanaf mijn 18e geloof ik of zo. Maar het is gewoon leuk om die mensen plezier te doen. Want je doet ook jezelf een plezier. Ik wil het zeggen, het is niet alleen voor hen. Maar ik denk dat je gevoel ook zegt van, wat kan ik dan betekenen voor een ander? Ja, die jongen die ik achterop, Tijn Holtrop had ik achterop. En het was gewoon een hele leuke gozer die heel spontaan reageerde. En gelukkig niet rustig bleef zitten. Hij wou staan en wou omkijken en wou van alles doen. En dat ging helemaal prima. Hij zegt, ik vond het heel leuk met je. Nou, ik zei het wederzijds. En hij liep net weg. Ik zeg, jongen, we zien elkaar straks nog wel. En dat vind ik eerst hartstikke leuk en zo. Wat helemaal geweldig. Betekent dus dat het volgend jaar dat je waarschijnlijk weer... Ja, ik ga weer mee. Ja. Nou, dat is een goed teken. Uiteraard. Want ze moeten het hier wel hebben van de vrijwilligers. Ja, het is echt gigantisch dat je dit op kan zetten. Dan mag je honderden vrijwilligers hebben, anders kan je dat nooit allemaal rondtrekken. Petje af, het is allemaal supergoed georganiseerd. Je hoeft nergens lang te wachten. Goede sfeer. Ja, wat we voor elkaar over hebben, dus daar staat hij voorop. Ik denk dat Kampen daarin uniek is. Ja, dit denk ik wel. Dit denk ik wel. Ik denk, dit bestaat al 25 jaar. En ik denk niet dat het ergens in Nederland zo groot als spektakel is als dit. Nou, ik zou zeggen nog een hele gezellige dag. Ja, dankjewel. Even voor, zag me die oceaan. Zag me die Eladio. Zag me die oceaan. Zag me die Eladio. Wat gezellig zo. Sabri Oceaan, Sabri, geef mij maar Amsterdam. Die mensen afstond en de vrij. Op die boeken ben ik rijk en gelukkig tegelijk. Geef mij maar Amsterdam. Diana die heeft een aantal jaren heeft in het bestuur gezeten van Live Life. En ze vond het nu wel goed. Een stokje overgeven. Jonger, wat dat jij bent hier. Maar wat anders wil wel eens beter zijn. En wat het leuk is, of niet leuk, we zijn ook onze burgemeester kwijt. En dan praat ik over burgemeester Koelewijn. Waar jullie allemaal toch helemaal verliefd op waren. Maar we hebben natuurlijk een geweldige burgemeester weer, die helaas verhinderd is. Mocht het niet zo zijn, dat we natuurlijk ook een loco burgemeester hebben. Weet je wat ik doe? Ik ga hem het
woord geven. Geef hem eens een daverend applaus. Ja, dankjewel Bertus, wat een mooie woorden, maar ook voor Diana. Goh, ik wist niet dat het van jou ook een klein afscheid is voor vandaag. Maar wat een mooie dag. Ik zou haar zeggen, de mooiste dag. Ja. Voor mij de eerste keer dat ik hier mocht zijn. En ja, hoe leuk is het dan dat als je een keer moet invallen omdat de burgemeester niet kan, dat het een dag is als vandaag. En ik mocht een stukje meerijden. Wat fantastisch, wat leuk. Enorm veel waardering ook voor alle vrijwilligers en de motorrijders. Ik hoorde zelfs dat ze motorrijders vanuit Maastricht tot Emmeloord en misschien nog wel verder komen. En nou, raad eens wat de meest gestelde vraag aan mij is vandaag. Nee, rij jij volgend jaar ook mee? Want de oude burgemeester heeft het altijd. Nou, ik heb een keer motorrijles gedaan. Ik vond het hartstikke leuk, maar ik heb het rijbewijsje niet. Dus dat is heel erg jammer. Ja, maar wie weet, wie weet. En ik ga zeker ook onze eigen burgemeester aansporen of hij niet zijn rijbewijs heeft of gaat halen, zodat hij ook voorop in die stoet komt. Want ik mocht vandaag voorop in de stoet en ik vond het fantastisch. Nou, en ik zou eigenlijk af willen sluiten met vooral een ontzettend daverend applaus voor alle vrijwilligers. En dat zijn volgens mij alle vrijwilligers in de witte en de blauwe shirtjes. Want die hebben dit vandaag mogelijk gemaakt. Kom op jongens. Ontzettend bedankt. Een fantastische mooie dag. En waarschijnlijk de mooiste dag. Diana, ik geef hem weer aan je terug. Dankjewel Bas voor deze prachtige woorden. Fijn dat in ieder geval iemand van gemeente Kampen aanwezig kon zijn. Dus daar zijn wij heel blij mee. Ik denk, als ik kijk naar Bertus, die heeft volgens mij vandaag met een aantal collectanten door de Oude Straat gegaan voor Stichting Live Life. En volgens mij is het een prachtig bedrag geworden, Bertus. En aan jou de eer om het bedrag bekend te maken. Nou, en daar komt-ie. Het bedrag is geworden. En dat weet ik helemaal niet, want er heeft mij niemand verteld wat het bedrag is. Heel goed, Diana. Nee, maar jongens, je weet het, alle jaren gaan wij even de Oude Straat in, even met de collectebus. Het bedrag wat we nu hebben, is nog nooit gehaald. Want het is het wel mooie grote bedrag van 1060 euro. Applausje! Ja! En je weet hoeveel ik van je hou. Echt heel mijn hart staat open voor jou. Een glimlach van jou alleen, dat hamert ook op de been. Zo klok met blauwe ogen, zo zie je er maar één. Ik voel me toe voor een dans, ik voelde het is de kans. Het moest er maar van komen, we zweven als het kan. Daar gaat hij met z'n recht. Als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt. Als ik jou zo zie, klinkt een symfonie. En je weet hoeveel ik van je hou. Heel mijn hart staat open voor jou. Als de nacht verleidt en de zon weer schijnt. Als ik jou zo zie, klinkt een symfonie. En je weet hoeveel ik van je hou. Heel mijn hart staat open voor jou. Lieve motorrijders, we hadden allemaal... We weten allemaal dat het corona was en dat we niet met Live Life mee konden. Het deed mij ontzettend zeer om jullie allemaal niet te zien. Maar ik ben zeer vereerd dat jullie, degene die 25 jaar meegaan, dat dit gewoon jullie niet uit veld laten, dat jullie trouw blijven aan de motordag. Lang leven Live Life, we gaan door met Bertus Krabbe en lang leven Live Life! Dankjewel, ik ben trots op je jongen. Het is alleen jammer dat je van de verkeerde voetbalclub bent. Ja. Nee, ik ben nog niet verpikt zwollen. Blijf je toch over. Onder elkaar, daar staan ze voor u klaar. No Breaks met Maria Gonsen. Zijn er nog van die mooie motorrijders, van die mannen die hier en vrouwen die hier vandaag hebben gereden? Kom eens een stukje naar voren. Kom eens een stukje naar voren.
Motorrijders, kom eens een stukje erbij. Want zo'n dag doe je samen en die sluit je ook samen af. En er is maar één liedje, Nederlandstalig, geschikt voor motorrijders. En dat is... Ik zeg ze hadden alle best een klein gehad. Ze waren allebei een heel klein beetje een zaad. Het bed is op z'n dood, het team is op z'n dood. Aange waren ze nog nooit gedaan. Ze waren koning op de weg en dachten alles wacht. Maar bed is op z'n dood, het team is op z'n dood.